Als deze tunnel in brand staat, willen waterskier Maarten Smelik en stuntman Chris van den Berg erdoorheen. Maar bij de training kwam Smelik in het water terecht. Waarop van den Berg besloot dan maar alleen een proefvaart te maken door een brandend segment van 6 meter. En dat leverde geen enkel probleem op. Een paar dagen later zagen 4000 mensen hoe kikvorsmannen de brand staken in de 72 meter lange tunnel van hout, stro en gaas die op de recreatieplas van de Beekse Bergen was verankerd. En toen begon de recordpoging van Van den Berg in de boot en Smelik op de ski. In de tunnel heerste een temperatuur van zo'n 1500 graden Celsius toen de combinatie er met een snelheid van 70 km per uur doorheen schoot. Smelik was de eerste waterskier ter wereld die op deze wijze een record vestigde. Vandaar dat we hem wat langzamer voorbij laten komen. Van den Berg ging vervolgens alleen nog 4 maal door de tunnel. En daarmee brak hij ruimschoots het wereldrecord van stuntman Reo Ruiters, die kort geleden op dezezelfde plaats door een brandende tunnel van maar 52 meter raasde. En nu maar afwachten wanneer anderen het stuntwerk van Van den Berg en Smelik nog weer willen verbeteren.